Een rijdende trein die bij Nijkerk een wagon verliest. Het is een raadsel hoe dat kon gebeuren. De prestatie is al geleverd, maar winnen deze Gelderse topsporters nu nog een keer? Welkom bij het Gelders Sportgala 2013. En we kopen weer platen. Ik wil het gevoel een beetje terugkrijgen van de jaren 70. En dus heeft Doetinchem een gloednieuwe winkel vol vinyl. Goedenavond, het nieuws van vrijdag, 13 december. Een wagon die zomaar losraakt van een rijdende trein met 500 reizigers gebeurde vanochtend bij Nijkerk. Het achterste treinstel liet los net nadat de trein was vertrokken bij het station. Een bizarre reis voor de mensen in de trein. Het was wel zo dat ik na ongeveer een half uur in de trein gezeten te hebben, ik was ingestapt in Wezep, een knal hoorde. En vervolgens ging de trein afremmen en dat was een beetje dezelfde manier als wanneer die door een rood sein rijdt. Dus een soort gedwongen stop. En hij kwam toen inderdaad vrij hard tot stilstand. Ja, dat gebeurde dus allemaal net buiten Nijkerk. De trein van Zwolle naar Utrecht had net een tussenstop gemaakt op het station van Nijkerk. Om 8:15 gaat het mis. De hoogte van de Amersfoortse weg laat namelijk de achterste wagon los. En ook de andere treinstellen staan direct stil, dankzij een ingebouwd veiligheidssysteem. Nou, ik ga erover verder praten met Annemiek Schakelaar. Ze is bij ons op de redactie. Ja, Annemiek, hoe kan dat nou, zo'n treinstel dat ineens loslaat? Ja, dat is de grote vraag die nu onderzocht wordt. De NS heeft het over een spontane ontkoppeling. Ja, er moet echt onderzoek gedaan worden hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar die knal die de inzittenden horen, die is volgens de NS wel te verklaren. Op het moment dat een koppeling losgaat tussen twee treinen, betekent het ook dat de luchtverbinding wordt verbroken. Op dat moment treden de veiligheidssystemen in werking. En dat betekent dat, ook als de twee treinstellen los van elkaar zijn, dat ze onafhankelijk van elkaar gewoon gaan remmen. En dat gebeurt dan hard. Vergelijk het maar, het is een noodremming. Ja, dat is natuurlijk voor de inzittenden best eng geweest, want je staat zo opeens stil op dat spoor in een treincel zonder machinist. En in eerste instantie kregen ze te horen van nou, we gaan die twee treinstellen weer aan elkaar koppelen. Dat kon niet, omdat er onderzoek gedaan moest worden. Dus moesten die mensen allemaal met laddertjes uit die trein. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren. Aan de ene kant was een sloot, aan de andere kant nog een spoor. Daar moeten dan op dat moment geen treinen overkomen. Dus al met al, voordat de mensen met die laddertjes uit de trein en in de bus waren, ja, toen waren we al een dik uur verder. Vervelend voor de reizigers, maar hoe vaak gebeurt dit nou, Annemiek? Ja, dit gebeurt echt zelden. In de afgelopen 10 jaar zijn er 4 van dit soort incidenten geweest. We hebben in Gelderland bijvoorbeeld in 2006 een trein bij Meteren gehad die ook in 2 delen stil bleef staan. Nou, toen bleek het te gaan om een menselijke fout. Een rangeerder had een koppeling niet goed vastgezet. Ja, in dit geval gaat het over een spontane ontkoppeling. Wat dat is, hoe het dat heeft kunnen gebeuren, dat onderzoekt nu de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Oké, dankjewel. Annemiek Schakelaar vanaf onze nieuwsredactie. De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol ineens optrekken, dat kan niet, zegt D66 in Arnhem. De partij trekt aan de bel nu de wet wordt veranderd en drinken voor je 18e vanaf nieuwjaarsdag verboden is. Het is moeilijk uit te leggen dat iemand die in december nog legaal drank kan bestellen, dat de volgende maand niet meer mag, zegt de partij. Goedemiddag, heb je leeftijdsbewijs bij je? D66 in Arnhem wil dan ook dat de regel alleen wordt ingevoerd voor iedereen die nog 16 wordt. Gemeenten kunnen dit in hun lokale verordening regelen. En maandag dient D66 hierover een motie in de Arnhemse Raad. Hij is al lang, maar hij wordt langer en ook toeristisch aantrekkelijker. De Liberation Route. Dat allemaal dankzij een subsidie van 1 miljoen euro. De Liberation Route ontstond in Arnhem en Nijmegen. Het is een toeristische route die het pad volgt dat de geallieerden aflegden tijdens de bevrijding van Europa. Op meer dan 80 verschillende plekken ziet de reiziger in de regio Arnhem-Nijmegen op de Veluwe en in Noord-Brabant de belevenissen van de mensen die betrokken waren bij de bevrijding. En de route wordt nog internationaler. De 1 miljoen euro subsidie is dan ook meer dan welkom. We zijn heel erg blij en dankbaar dat het V-Fonds heeft besloten om ons ook in 2014 nog financieel te ondersteunen.
Wanneer de Liberation Route volgend jaar klaar is, voert hij uiteindelijk langs allerlei plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Zoals slagvelden, begraafplaatsen en musea. Vanaf Normandië tot aan Berlijn. Het is een Europese route. Vanaf die dag kunnen mensen uit Nederland, uit heel Europa, uit heel de wereld die route afleggen. Via verschillende toeristische arrangementen. Er komen fietsroutes beschikbaar, autoroutes, busreizen. Allerlei tour operators uit binnen- en buitenland hebben de Liberation Route ook al opgenomen in hun aanbod. Een ware Europese bevrijdingsroute dus. Waar is het allemaal goed voor? Nou, de boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Een van de belangrijkste lessen, zo niet de belangrijkste, van de Tweede Wereldoorlog. En dat willen wij blijven uitdragen door die geschiedenis levend te houden. En volgend jaar, tijdens de 70-jarige herdenking van het begin van de bevrijding van Europa, wordt in Normandië de Liberation Route Europe officieel geopend. Dan iets heel anders. De zogenoemde anorexia-verkrachter stond vandaag in hoger beroep terecht. De Apeldoorner van 45 zou jarenlang jonge anorexia-patiënten hebben misbruikt. De eis tegen hem is gelijk aan de uitspraak van de rechter eerder dit jaar. 4 jaar cel en tbs. Het Hof, wilt u gaan staan alstublieft? De man zou de jonge vrouwen op sites voor meisjes met eetstoornissen hebben benaderd. Hij deed zich voor als vriend die hun problemen begreep en liet ze bij hem thuis wonen. Daar hongerde hij zijn slachtoffers uit en gaf ze ook drugs. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting en zou hij de vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen. Hij heeft schromelijk misbruik gemaakt van de omstandigheden en van hun kwetsbaarheid. Juist door die kwetsbaarheid. Hij heeft op grove wijze hun vertrouwen in hem geschonden. Maar ook hun gevoelens voor angst, hun wantrouwen en onveiligheidsgevoelens jegens de maatschappij vergroot. De man zegt dat hij het slachtoffer is van valse verklaringen van labiele vrouwen en van media-aandacht voor de zaak. Zo noemde hij de reconstructie van het programma Dossier GLD gisteravond een speelfilm waarbij hij zichzelf alleen in de foto's herkende. De man zegt dat hij na zijn scheiding het verkeerde pad op is gegaan. Hij geeft wel toe dat hij de vrouwen niet goed heeft behandeld. De cliënt heeft zich ook niet opgedrongen aan deze vrouwen. Nee, deze vrouwen kwamen uit zichzelf bij cliënt thuis, konden gaan en staan waar ze wilden. En ze deden dit ook. En of die relaties allemaal evenwichtig waren, eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat ik dat niet denk. Maar de vraag is welke relatie dat wel is. Het hebben van een niet evenwichtige relatie, meneer de voorzitter, achterleden, is wat mij betreft niet strafbaar. De advocaat pleit daarom voor vrijspraak. En omdat de verdachte ontkent, werkt hij tot nu toe ook nog niet mee aan zijn therapie in de tbs-kliniek. Het Hof doet over 2 weken uitspraak. Ja, het lijkt misschien de goden verzoeken. Een winkel openen op vrijdag de 13e. En dan ook nog een muziekwinkel. Terwijl het niet zo goed gaat met de verkoop van cd's. Maar Wim Vriezen uit Doetinchem die gelooft heilig in zijn muziekkelder. Waar hij voornamelijk tweedehands LP's verkoopt. In zijn net geopende zaak legt Wim Vriezen vanmorgen liefdevol een plaat op de draaitafel. Ja, dat knisperende geluid van vinyl. Hè. Kijk, dat er een krasje of een tikje op zit, ja, dat hoort gewoon bij zo'n plaat natuurlijk. Maar goed, als je netjes met je plaat omgaat, je kunt ze ook schoonmaken. Dan kun je er jarenlang plezier van hebben. Dit is een plaat die is 45 jaar oud of zo, weet je wel. Dus, De liefde voor muziek begon bij Wim al op jonge leeftijd. Van zijn zakgeld kocht hij uitsluitend plaatjes. De meeste mensen kopen gewoon hun eerste plaatje. Ik kocht er gelijk al 3, dus daar ging het eigenlijk al een beetje mis. Terwijl de ene na de andere cd-zaak de deuren moet sluiten, is vinyl al jaren in opkomst. Daarom leek het Wim Vriezen nu het goede moment om een eigen platenzaak te beginnen. En dat lijkt aan te slaan. Ja, dat blijft leuk. Ik doe het al jaren en ja, toch weer onverwacht een leuke plaat tegen te komen. Hè. Dat is het leukste. Het is wel oude meuk, maar ja, toch leuk. De Achterhoek wordt wat dat betreft niet verwend met platenzaken. Dus als er een keer zo'n winkeltje opduikt, dan ben ik er meestal wel bij. En ook al zijn het dan voorlopig nog voornamelijk tweedehands platen, deze mensen zijn er blij mee. Oud wordt toch weer nieuw. Nou, dan is er voor ons ook nog hoop, toch? Ja, zeker. Wijn uit de Achterhoek, dat kennen we inmiddels. Maar er zijn nu ook flessen bubbels. Zo meer. Nog 1 keer neuzen tussen de kerstballen en de slingers. Na 20 jaar komt er zondag een einde aan de grote kerstmarkt in de Arnhemse Rijnhal. Volgens de organisatie trok de kerstmarkt de afgelopen tientallen jaren 250.000 bezoekers. De laatste markt die begon vanmorgen.
Inwoners van Oost-Gelre keken toch even raar op toen ze ineens 5 of soms wel 10 dezelfde brieven van de gemeente op hun deurmat kregen. Door een fout zijn bij honderden mensen te veel brieven bezorgd. Sian Detail, de brief ging over afvalverwerking. Een man uit Duiven die in juni een dodelijk ongeluk zou hebben veroorzaakt, krijgt zijn rijbewijs voorlopig niet terug. Dat besliste de rechter vandaag. Volgens justitie was de man bezig met een straatrace en was hij ook onder invloed toen hij met zijn auto in het water belandde. En daarbij kwam zijn bijrijder om het leven. De zaak gaat in maart verder. Ja, en dit is Sochi, een witte chrysant van een bloemenkweker uit Tuil. En die komt misschien in het Olympisch boeket. Bloem wordt pas sinds kort gekweekt en is vernoemd naar de Russische stad waar in februari de winterspelen zijn. Via Russische contacten wordt nu geprobeerd om die witte chrysant in het boeket te krijgen. En dat bloemetje krijgen alle medaillewinnaars. Wie zijn de Gelderse sporters van het jaar? Er is gekozen gisteravond in Tiel bij het Gelders Sportgala. Er was het druk, maar een paar hoofdpersonen die kwamen niet. De Gelderse sterrenstatus ligt deze avond binnen bereik. Maar voor wie? Ik heb gekozen voor de rolstoelbasketbalsters. Mijn favoriete sportclub zijn toch wel de dameshockeyers. Ja, mooi om te zien zeker. Nee, het gaat om de sport natuurlijk. En de resultaten die ze daarin halen. En de inzet. En tuurlijk, de dat zeggen ze allemaal. Voor mij zijn het allemaal. Iedereen. Oeh, dat is wel heel diplomatiek. Ik ben juryvoorzitter. Ah, dat verklaart het. Nou, de zaal is er klaar voor. Laat ze maar komen. Al die sportmannen, vrouwen, Paralympiërs en ploegen. Welkom bij het Gelders Sportgala 2013. En dan komen we terecht in de werkelijke wereld van de topsporter. Trainen, trainen, dus geen tijd voor feestjes als deze. Gelders Sportvrouw van 2013. Ja, dat is dus Daphne Schippers. In wel heel mannelijke vorm. En het Gelders talent is ineens behoorlijk op leeftijd. Wilco Kelderman. Wilco Kelderman, ervaren Kelderman, is hier aanwezig. En nog een sporter die een afgezant stuurde. Gelder sporter van de jaar 2013 is Eelco Sint-Nicolaas. Oh, nou. Maar ere wie ere toekomt. Hé hey schat, je bent sportman van Gelderland. Ja, ik hoorde het, leuk. Hij wist het al 3 dagen. Yeah. Ja, en ook rolstoeltennister Aniek van Koot uit Arnhem viel in de prijzen. En Gelders sportploeg van het jaar werd voetbalclub Achilles 29 uit Groesbeek. De jaarwisseling staat voor de deur. En naast een oliebol hoort er natuurlijk ook een glaasje bubbels bij. En je hoeft niet meer per se een Franse champagne of een Italiaanse prosecco in te schenken. In de Achterhoek maken ze nu ook bubbelwijn. De flessen die liggen daar gelagerd nu in de schappen. En daar hebben we nu zeg maar iets nieuws. Daar is onze Wals Brut, bubbeltjeswijn, want champagne mogen die niet noemen. Dat in de Achterhoek wijn wordt gemaakt is wel bekend. Maar tot nog toe waren dat vooral de normalere witte en rode wijnen. De laatste tijd komt daarbij steeds meer zogeheten parelwijn of crémant. Die gisting loopt nog in de fles door. Vandaar ook die druk op die fles. Vandaar ook dat die kurk eraf vliegt. Dus, en aan het eind moet je speciaal apparatuur hebben om zeg maar die kurk erop te krijgen en om dat zeg maar zo af te vullen. De Achterhoekse wijn van Masselink heeft tal van prijzen gewonnen. Toch werd hij blij verrast toen zijn wijn werd meegenomen door een handelsdelegatie naar Duitsland. Maar naarmate het nieuws verder volgde, kreeg ik ook in de gaten dat het voor Willem-Alexander en Maxima was. Want die stonden aan het hoofd van die handelsdelegatie. Dus daarom was het heel bijzonder. Masselink heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse bubbels. Volgens hem is het klimaat in de Achterhoek er perfect voor. Ja, en dan denk ik dat we, als we 10, 20 jaar verder zijn, dat er veel meer gemaakt zal worden. Dat we echt een land bij uitstek zijn om champagnes te maken. Cremant. En dan nog het weer voor dit weekend. Vanavond met Dennis Wild. Het was weer een fraaie winterdag vandaag. Nu overal in de provincie, met veel zonneschijn. Vanochtend wel koud en die mooie winterse taferelen, ja, die zien we de komende dagen niet meer terug, want het wordt een stuk zachter. De temperatuur gaat vanaf het weekend omhoog,
Maar dat levert ook meer bewolking op en af en toe wat regen. Want de storingen vanaf de oceaan die komen dichterbij. Die krijgen meer ruimte doordat het hoge drukgebied boven Centraal-Europa naar het oosten toe wegtrekt. Nou, in het westen van het land zagen we dat vandaag al. In Gelderland nog prachtig weer en die mist in West-Nederland die ook hardnekkig bleef. En vanuit het westen neemt ook vanavond in Gelderland de bewolking toe, gevolgd door regen in de loop van de nacht. Nou, voor die tijd kan de temperatuur nog behoorlijk dalen tot rond het vriespunt. Ja, en daarna loopt de temperatuur op als de wolken ook toenemen en het gaat regenen. De wind trekt aan en draait naar een zuidwestelijke richting. Morgenochtend al snel trekt die bewolking met regen naar het oosten toe weg. In eerste instantie nog wat wolken die achterblijven, maar in de tweede helft van de ochtend komt vanuit het westen op steeds meer plaatsen ook de zon tevoorschijn. En is het 's middags eigenlijk weer heel fraai weer. Dan is het ook een stuk zachter. Met die zuidwestenwind wordt minder warme lucht aangevoerd en het wordt een graad of 7 morgen. De nachten zijn ook minder koud. Zondag veel bewolking, af en toe ook wel ruimte voor de zon en een spat regen. En een temperatuur dan van een graad of 9 loopt zelfs nog verder op begin volgende week op maandag naar zo'n 10 graden. Voorlopig geen nachtvorst en ook geen witte sneeuw. Dan nog kort de hoofdpunten van vandaag. Bij Nijkerk is een trein vanochtend door nog onbekende oorzaak een wagon verloren. De honderden passagiers zijn met bussen verder vervoerd. En Doetinchem heeft weer een echte platenzaak met 3000 LP's. En dit was het. Graag tot later. Goedenavond.